En de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, heeft in verband met haar 35-jarig bestaan gisteren een ontmoetingsavond georganiseerd. Bij deze gelegenheid heeft Elwin Admodimejo, VHJI-voorzitter, een greep in de geschiedenis gedaan. Maar ook heeft hij aangegeven waar de vereniging naartoe wil. Volgens hem moet VHJI niet alleen kijken naar hoe de groep zich identificeert, maar ook wat de groep daarmee doet. Admodimejo zegt verder dat de organisatie door haar beleidsdoelen niet alleen werkt aan de ontwikkeling van de Javaanse gemeenschap, maar ook van het land. Het orgaan hebben we drie pijlers geïdentificeerd en gedefinieerd. De eerste is natuurlijk cultuur en identiteit. Want als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Cultuur en identiteit, de normen en waarden die we hebben, exporteren we naar de volgende pijler, scholing en training. En die scholing en training wil niet alleen zeggen, je gaat Javaans leren praten. Nee, want we zijn onderdeel van deze Surinaamse bevolking en van het Surinaams volk en de Surinaamse gemeenschap. En we gaan daarmee met onze eigen normen en waarden bijdragen aan de ontwikkeling van dit land. Dus we gaan ons daarin trainen en scholen op het gebied van wetenschap, op het gebied van economie, op het gebied van scholing. En we weten niet alles, maar komt u ons bijstaan. En als we dat allemaal hebben geleerd, gaan we meehelpen aan de opbouw van dit mooie land met ons Wonjoa, business en economie. Dan gaan we banken neerzetten zoals de Trustbank. Dan gaan we gebouwen neerzetten zoals Intermet. Dan gaan we diensten leveren zoals Solvit. En dan gaan we alles wat we doen, gaan we ten dienste stellen tot opbouw van dit land. Cultuur, identiteit, scholing en training. En business en economie. Daarin zullen we moeten gaan accelereren zonder dat we onze identiteit niet doen. Verder is er ook aangegeven welke activiteiten georganiseerd zullen worden in verband met 130 jaar Javaanse immigratie op 9 augustus 2020. Stanley Sidul, commissievoorzitter herdenking 130 jaar Javaanse immigratie, zegt dat de herdenking dit jaar anders zal zijn. De aanwezigheid van de Javaanse groep zal namelijk gevierd worden. Wij willen absoluut de Surinaams-Japanse identiteit etaleren. We zijn Surinamers. We zijn Surinamers in relatie tot de andere Surinamers van andere culturen. Toch hebben we identiteit, eigen identiteit. Dat gaan we ook etaleren in onze activiteiten. Of het nou educatief is, of het nou entertainment is, of het nou de duurzame projecten betreft. De Javaans-Surinaamse, Javaanse identiteit etaleren. En we willen modern overkomen. Modern. Ook de activiteiten moeten moderniteit uitstralen. We hebben onze jongeren die zich goed hebben weten te vinden in de maatschappij. In het onderwijs en noem maar op. Dat is de moderniteit die we uitstralen. Met onze kunst. Met onze shows die we eventueel zullen neerzetten. Moderniteit in onze aanpak. We willen een brede betrokkenheid van u. Wij gaan het niet kunnen doen, alleen. Niet het bestuur alleen. Vandaar dat we zo blij zijn om u hier te zien, om u alvast warm te maken voor die betrokkenheid, uw betrokkenheid straks bij de herdenkingsactiviteiten, de vele activiteiten. Betrokkenheid, niet alleen van u, maar ook van de hele samenleving. Stanley Sidul, commissievoorzitter herdenking 130 jaar Javaanse immigratie. Hij sprak gisteravond in Sanabudaya tijdens een ontmoetingsavond in verband met het 35-jarig bestaan van VHJI.